We vieren een belangrijke mijlpaal. De raffinaderij produceert ultra-low sulfur diesel en gasoline die we kunnen tanken in onze eigen auto's. In de komende maanden gaan we deze raffinaderij nu verder fine-tunen om ervoor te zorgen dat we de topproductie halen uit deze raffinaderij. En dat gebeurt door meer dan 90% Surinamers, iets waar we trots op mogen zijn. We hebben deze mensen 2 tot 3 jaar geleden aangenomen en ze door lange trainingsprogramma's heen laten gaan. En nu zijn we het aan het fine-tunen in de komende 6 tot 9 maanden. Na deze periode van heel veel investeringen in het toevoegen van water aan onze crude, willen we ons een beetje refocussen op datgene waarmee we begonnen zijn. Het vinden en produceren van olie. Een van de mooie projecten waarmee we nu bezig zijn, is het zoeken naar olie in de Nearshore. Dat is het kustgebied voor onze olievelden in Tamarindo. Om uiteindelijk ook daar olie te kunnen gaan produceren. Maar laat me jullie even terugnemen in de geschiedenis van ons mooie project. Het begon allemaal in 2002, waarbij 3 engineers in een kamer zijn gaan zitten om te kijken hoe we waarde konden toevoegen aan de olie die we in Saramacca uit de grond halen. En wat was die waarde die we konden toevoegen? Dat is het maken van ultra-low sulfur diesel en ultra-low sulfur gasoline. Tegelijkertijd met het ophogen van het terrein is Staatsolie ook begonnen in samenwerking met een onafhankelijk bureau en NIMOS een uitgebreide milieustudie te doen om ervoor te zorgen dat het milieu en de omgeving geen last krijgt van de raffinaderij. Waarbij we simultaan 75 bedrijven uit de hele wereld hebben gevraagd om te kijken of zij hier onze raffinaderij konden bouwen. Uit die 75 bedrijven is Saipem uitgekozen om het design te kunnen starten en het contract daarvoor hebben we getekend in juni 2010. Het detailontwerp is begonnen in Rome in juli 2010. Waarbij 35 van onze staatsoliers naar Rome zijn verhuisd. Zij hebben dus Saipem begeleid bij het vertalen van de uitgebreide engineeringstudie die Lummus gedaan heeft naar de uiteindelijke bouwtekeningen van de raffinaderij. In juni 2011 hebben we de daadwerkelijke investeringsbeslissing genomen. Dat we een contract tekenden met Saipem voor de engineering, de inkoop van alle equipment en materialen en het fabriceren van de modules in een lump sum contract. In Suriname zijn we gestart in februari 2012 met het heien van de eerste paal. Een andere prachtige mijlpaal die we hebben gevierd, dat was in maart 2013, toen de eerste modules Suriname binnenvoeren. Waarna de constructiewerkzaamheden om alles aan elkaar te breien echt konden beginnen. De fabrieken die water, stikstof, stoom en elektriciteit moeten maken, waren gereed in augustus 2014, zodat we de andere modules konden gaan testen. Het einde van de constructie hebben we uiteindelijk uitbundig gevierd op 13 december 2014. Daarna zijn we volop begonnen met het commissionen van de plant, waarbij de eerste producten Staatsolie diesel, fuel oil en bitumen reeds in maart 2015 konden worden geproduceerd.
De commissioning ging daarna door met het commissionen en het opstarten van de waterstofunit. En die was full online in juli 2015, waarna we konden beginnen met het opstarten van de dieselfabriek en de gasolinefabriek. De dieselfabriek en de gasolinefabriek waren volledig gecommissioned eind augustus en de start-up van de fabrieken heeft plaatsgevonden begin september, waarbij de eerste ultra-low-sulfur diesel van onze eigen Saramacca crew volgens Europese specificaties gemaakt is in november 2015. We produceren hier tussen de 6.000 en 8.000 barrels diesel per dag en tussen de 1.500 en 2.000 barrels gasoline per dag. Om het te kunnen brengen naar Goto en Sol hebben we een pijpleiding aangelegd onder de Suriname rivier, ongeveer 30 meter onder het waterniveau. En die pijplijnen die gaan ervoor zorgen dat de diesel en de gasoline die we hier produceren getransporteerd wordt op een veilige manier naar de retailers. Het is ook goed om stil te staan bij de financiële en contractuele kanten van dit mooie project. In mei 2010 hebben we een engineeringcontract getekend met Saipem, waarbij we in 2011 die zouden omzetten in een vaste prijs. De prijs echter die ze ons gegeven hebben in mei 2011, die was veel te hoog voor de uitvoering van dit project. En dat had vooral te maken met het risico wat Saipem zag voor het uitvoeren van het project in Suriname. Daarom hebben wij besloten het contract te splitsen in een deel wat zich buiten Suriname afspeelt, oftewel het engineering, het kopen van alle materialen en het kopen van alle equipment, plus het in elkaar zetten van de 22 modules die gemaakt zijn in Sardinië, die hebben we voor een vaste prijs van $424 miljoen aan Saipem gegund. Dat deel wat zich in Suriname zou plaatsvinden, daar heeft Staatsolie het risico voor genomen, omdat wij vonden dat dat veel voordeliger was voor Staatsolie. Daarbuiten kenden wij de Surinaamse maatschappij veel beter dan Saipem. Wat is nu het deel waar Staatsolie zelf het risico voor genomen heeft? Dat is het in elkaar zetten van alle materialen die van over de hele wereld naar Suriname getransporteerd zijn. Voor die bouw hebben wij toentertijd begroot $271 miljoen. Voor de bouw van deze raffinaderij hebben wij meer dan 150 bedrijven en aannemers van Surinaamse bodem gebruikt. En in de piek waren er meer dan 60% Surinamers. Buiten de bouw van de raffinaderij hebben we binnen het complex van Tutlifo nog meerdere projecten uitgevoerd die te maken hadden met onze raffinaderij. Een van de projecten is het pipeline project, waarbij we de producten transporteren naar Goto en Sol. Een ander project is het maken van een nieuwe tankfarm om de crudeolie op te vangen in Tutlifo. Maar het mooiste project is natuurlijk ons operational readiness project, waarbij we meer dan 250 Surinamers hebben opgeleid om dadelijk deze raffinaderij te onderhouden en te opereren. Totaal waren voor deze bijkomende projecten $98 miljoen begroot. Het laatste project is ons commissioning en start-up project, waarvoor we $67 miljoen begroot hadden. En de commissioning en start-up is als de fabriek af is gebouwd, dan moet hij in bedrijf gesteld worden. Het in bedrijf stellen van zo'n fabriek neemt heel veel tijd en moeite in beslag. De commissioning en start-up is begonnen na 13 december 2014 en heeft een jaar geduurd. Totaal hadden wij begroot $860 miljoen. Als we nu kijken naar de $424 miljoen voor Saipem, waarbij we alles buiten Suriname in een vaste prijs aan hun gegeven hebben, dan is dat uiteindelijk $460 miljoen geworden, of een stijging van ongeveer 8%. Deze stijging komt vooral door veranderingen tijdens het engineeringproces, die op ons verzoek gedaan zijn, om ervoor te zorgen dat we een betere raffinaderij kregen. Die veranderingen hebben geleid tot meer materialen, en daardoor ook min manuren.
De actuele bouw, dat deel waar wij het risico voor genomen hebben, die is gestegen van 271 naar 300 miljoen. En dat heeft ook natuurlijk te maken met het in elkaar zetten van deze extra materialen. De bijkomende projecten hebben we netjes gedaan voor het budget van 98 miljoen. Datgene wat we erg onderschat hebben is de commissioning en start-up. De commissioning en start-up is van 67 naar 123 miljoen dollar gegaan. En dit heeft vooral te maken met het uitlopen, mede omdat Suriname eigenlijk een erg remote area is. Het is dus ontzettend moeilijk om voor ons mensen te krijgen die een pomp bijvoorbeeld kunnen repareren, die specifiek voor ons gemaakt is. Soms duurde het wel 2 tot 3 weken voordat we iemand hadden die in een half uurtje die pomp gemaakt had en daarna weer op het vliegtuig terug kon vliegen naar wherever we het product uiteindelijk gekocht hebben. Voor de CSU hebben we dus uiteindelijk uitgegeven 123 miljoen. Dat wil zeggen dat we voor het totale project 981 miljoen hebben uitgegeven, oftewel 121 miljoen meer als dat we origineel hadden begroot. Toch zijn we ontzettend trots als Staatsolie dat we dit resultaat bereikt hebben. Want hadden we dit project voor een vaste prijs aan Saipem gegeven, dan waren we vandaag minimaal 1,2 miljard kwijt. De besparing van 200 miljoen dollar op dit gigantische contract is iets waar we als Staatsolie en vooral als projectteam REP ontzettend trots op zijn. Als ik dat vergelijk met andere projecten in de regio, en dat noem ik met name het Cartagena-project van Ecopetrol in Colombia, wat 2 jaar voor ons begonnen is en vandaag de dag nog niet in commissioning, wat minstens 2 keer over het budget is. Als ik kijk naar Petrobras in Rio, die 4 keer over het budget is gegaan en waar nog steeds geen olie uitkomt, en onze eigen CARICOM-genoten Petrodrin, die 5 jaar voor ons begonnen is en vandaag de dag nog steeds geen ultra-low sulfur diesel op de markt hebben. Dan moet ik zeggen dat we ontzettend trots kunnen zijn op de manier waarop Suriname met voornamelijk Surinamers dit project tot een goed einde hebben kunnen brengen. De meerwaarde van dit project voor Suriname ligt niet alleen in het feit dat we nu bijna geheel energie onafhankelijk zijn geworden. Een van de eerste en meest belangrijke voor de overheid is natuurlijk dat ze minder gasoline en diesel hoeven te importeren. Een ander voordeel voor de overheid is natuurlijk dat Staatsolie geld gaat verdienen met het produceren van onze diesel en gasoline. En een groot deel van dat geld vloeit weer terug naar de overheid in de vorm van winstbelastingen en dividend. Maar een van de mooie facetten die ik zelf vind dat dit project heeft, is dat we technologisch Suriname gewoon naar een hoger pijl hebben gebracht. Door een high-tech refinery in Suriname op te zetten en het te laten runnen door Surinamers. En dat konden we alleen maar bereiken omdat wij als Staatsolie vertrouwen hebben in eigen kunnen.